Elvis Manu, heeft het gemak waar jullie deze wedstrijd vanmiddag hebben gewonnen aan jou verbaasd? Achteraf misschien wel, want ik speel altijd nummer 4 en het gaat om derde plek en aan de vorige keer een vechtwedstrijd. Vanaf de eerste minuut hebben wij gedomineerd, maken we goals, creëren we kansen, zitten er veel bovenop. Dus uiteindelijk een dik verdiende overwinning. Jullie domineren en worden dan door AZ een beetje in het zadel geholpen? Ja, ik denk die eerste goal zeker. Was een beetje een lucky goal van onze zijde natuurlijk. In het verleden probeerde weg te werken alleen. Dat lukt niet zo goed, maar is mooi alleen dat we dan in 2 minuten een voorsprong komen. En dat is natuurlijk wel makkelijke voetballen als je echt met de 1-0 voorsprong begint. En daardoor zie je dat ook makkelijk voetballen. Gewoon de bal rond laten gaan. En AZ eigenlijk geen moment in de wedstrijd laten komen. We maken goede goals, dus goede overwinning. Ja, even in die eerste helft was er een fase waarin het nog 1-0 stond en AZ wat nadrukkelijker voor jullie doel kwam. En jullie kregen toen ook wat kansen die werden gemist. Toen dacht je nog even, wordt het spannend? Had jij dat zelf ook in het veld? Ja, tuurlijk. Ik miste zelf 2 aardige kansen die er eigenlijk gewoon in moesten. Daardoor krijgen zij hoop, want het blijft maar 1-0. Dan blijven we erin geloven. En spelen thuis, het publiek gaat er op een gegeven moment ook achter staan. Maar ik denk dat we gewoon op een goed moment 2-0 maken. En daarna drukken we gewoon door en is de wedstrijd gelopen. Bij die ene kans die werd gemist door jou, werd gered op de doellijn volgens mij door een speler van AZ. Had je misschien wel iets te veel tijd? Ja, ik zie die bal komen. Ik zie niemand om afkomen. Ik neem hem aan, leg hem goed. Leg hem weer goed. Kijk weer. En ik schiet en gaat er niet in. Dan scoor je wel en dan is dat zure gevoel ook gelijk weggespoeld. Ja, op dat moment natuurlijk zeker. Als je dan uiteindelijk toch wel die goal maakt, is het natuurlijk wel lekker. Maar achteraf had ik vandaag wel met 4 goals van het veld moeten staan. Je hebt nu een belangrijke rol bij de eerste goal en je scoort 2 keer. Ben je dan iemand die daar tevreden over kan zijn? Of denk je dan ook nog wel terug aan die momenten waar het niet goed ging? Ja, tuurlijk. Dat is ook, eigenlijk wel een beetje dubbel natuurlijk. Je scoort 2 keer, je geeft een assist alleen. Je mist ook 2 aardige kansen, waardoor je eigenlijk voor jezelf ook weer je productie omhoog kan helpen alleen. Dat is niet gebeurd, dus daar baal ik op het moment wel van. Maar je moet door en dan scoor je uiteindelijk nog 2 keer, dus lekker. Jullie domineerden een groot deel van deze wedstrijd. Dat hebben we vaker gezien dit seizoen, maar toen maakten jullie de kansen niet af. Hebben jullie het jezelf vanmiddag ook gewoon inderdaad makkelijk gemaakt door die kansen te benutten? Ja, uiteindelijk wel. We houden ze nog iets te lang op 1-0, maar daarna maken we gewoon 2-0 en is het gedaan. Dus we hebben zelf wel vandaag een zadel geholpen door gewoon die 2-0 te maken en het af te maken. Het was een belangrijke wedstrijd in die strijd om plek 3. Jullie brengen AZ daarin een flinke slag toe. Hoe kijk je nu naar die strijd? Is het gedaan? Ja, wij hebben nog 5 wedstrijden. We moeten gewoon 2-3 wedstrijden winnen. Dat is het helemaal gedaan. Alleen je moet gewoon de wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En dat is Willem II volgende week weer een lastige tegenstander. We hebben thuis gezien dat we daar moeilijk tegen hadden en zelfs hebben verloren. Dus wij moeten gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken en dan zien we wel. Maar uiteindelijk, ik denk dat we dit niet meer weg mogen geven. Ajax verspeelt punten vandaag, plek 2. Leeft dat nog? Ja, daar heb ik geen invloed op. Dus wij moeten gewoon naar onszelf kijken. En als we dan nog punten laten liggen, is het alleen maar mooi meegenomen. Maar we moeten gewoon naar onszelf kijken. Want je lach verraadt dat het nog wel een klein beetje leeft. Ja, zolang het niet gespeeld is, is het nog altijd open. Vanavond lekker paasdiner? Ja, vanavond wel verdiend, denk ik. Ja.